Mijn naam is René Tepas. In de Eredivisie voor vrouwen speelde Ajax thuis tegen VV Alkmaar. Eindstand 3-0. Doelpunten van Kelly Zeeman, Linda Bakker en Marjolein van den Biggelaar. Even heel kort Katje Snoes van VV Alkmaar hiernaast. Maar wat kun je zeggen van de wedstrijd? Ja, jammer. Ik denk dat we hier meer verdiend hadden. Zeker op basis van de eerste helft. Maar dat je met 3-0 eraf gaat, zonde. Hoe was je beleving van de wedstrijd verder? Je hebt volgens mij hard geknokt voor alles. Ja, ik denk dat iedereen gewoon hard heeft gestreden. En dat op basis daarvan een 3-0 zonde is dat je zelf tekort doet. Maar ja, ik denk wel dat we ook tevreden kunnen zijn over veel momenten. Zeker als je de eerste helft zag, het was continu knokken en je gaf niet op. Ja, zeker. En we creëerden zelf ook kansen. Ja, we schieten ze er niet in en zij doen het wel. En dat is voetbal. Maar ik denk dat je zeker de eerste helft gewoon goede dingen hebt laten. Het een wedstrijd was die twee kanten op ging. In de tweede helft heb je het zwaarder, worden de ruimtes groter. En dan maken zij de kansen wel af en wij niet. En hoe zwaar was het? Of had je zoiets van, ergens konden we nog wel tegenscoren? Kwam er een moment of was het gewoon heel moeilijk door die verdediging heen te komen? Nou, ik denk dat we de tweede helft goed begonnen. Ja, en dat ik de kans had op de 1-1. Nou ja, die maak ik niet. Ik denk dat we nog wel een aantal keer toen in de buurt van hun doel zijn gekomen. Maar ja, de 1-1 valt niet. En als dan de 2-0 valt, dan wordt het voor ons wel steeds moeilijker. Toch een beetje met opgeven hoofd weg kunnen lopen? Jawel, ja. Natuurlijk, ja, je baalt nu. Maar, natuurlijk, ja. Je gaat gewoon wel. Je hebt goede dingen gezien en die moeten we eruit halen en weer meenemen naar dinsdag. We moeten snel weer doorschakelen. Tot slot, niet voor niets, eventjes lekker in de zon gereden. Eerst trainingskamp van VV ook, maar toen gewoon naar het Nederlands al, hè? Ja, 2 weken is lekker in de zon geweest. Een stuk beter weer dan hier. Zo. En hoe was het daar bij het Nederlands elftal? Ja, heel gaaf. Hele mooie ervaring om met de topspeelsters op het veld te staan en weer te mogen leren op dat niveau. Nou, de volgende wedstrijd, dinsdag, dan gaat het gewoon gebeuren. Ja, zeker. Dan gaan we 3 punten pakken. Ik ben erbij. Top, mooi. Hey, gooi het er even uit en op naar dinsdag. Yes, het komt goed. Hey, dankjewel. Hè. Doei, doei. Oké. Okay.